Jongens en meisjes, vaders en moeders, geef ze een oorverdovend applaus, want hier zijn ze, Ernst en Bobby! Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest? Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. En ook drie keer zo hard. Ernst, Bobby en de rest. Met z'n allen. Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer. Ernst, Bobby en de rest. Wat kunnen jullie lekker zingen? Zullen we meteen nog een liedje doen, jongens en meisjes? Kennen jullie deze nog? Dat is Red het Bos en de Dieren! Ja, zeker weten! Ja, of zij hem kennen, Bobby. Oh, vast wel. En Red het Bos en de Dieren is een strijdlied. En bij een strijdlied maak je allemaal een vuist. Doe allemaal eens je vuist in de lucht. En dan zo met je vuist. Doe eens mee. Ja. Red het Bos en de Dieren. Red het Bos en de Dieren. Ietsje hoger. Red het Bos en de Dieren. Mooi. En iedereen die kan, help mee. Vuist naar beneden. Het bos is van ons, we gaan er hard voor knokken. Het bos is van ons, met het slopen moet je stoppen. Het bos is van ons, dit is een veel te mooi gebied. Al staat hier een fabriek van goud, we willen het niet. Vuisten. Red het bos en de dieren. En nou jullie. Red het bos en de dieren. Ietsje harder. En de dieren, mooi. En iedereen die kan, help mee. Ons krijg je niet weg, ons krijg je niet klein. Op deze plaats hoort een bos te zijn. Ja, zet die fabriek maar op een andere plek. Of verkoop dat ding aan een of andere gek. Koekoek. Red het bos en de dieren. En nou jullie. Ietsje hoger en red het bos en de dieren. Mooi. En iedereen die kan, help mee. Handen in de lucht. Kijk eens naar de vogels hoog in de bomen. En de kleine hertjes spelen in de wei. Konijntjes leven lekker in dit bos. Hey Ernst. Ik ben een lied aan het zingen. Ernst. Alle dieren zijn. Ernst, ik ben een lied aan het zingen. Weet je wat het net lijkt? Nee, weet ik niet. Of ik de ramen aan het zeven ben. Ah. Zijn jullie ook allemaal de ramen aan het zeven? Lachen, even nieuw sop, even allemaal nieuw sop pakken. We zijn aan het optreden, die mensen hebben een kaartje gekocht. Hallo, kunnen we alsjeblieft gaan zingen? Red het bos en de dieren. Jullie! Red het bos en de dieren. Allemaal! Red het bos en de dieren. Mooi! En iedereen die kan, help mee! Kom op, Ernst! Stift. File Stift. Ja, hier uit lachen, man. Zeg, oh, leuk. Applaus voor jullie! Kom aan de zak. Oh, is die voor jou? Ja, is voor mij. Zo. Ah. Ik zeg hallo, jongens! En dan zeg ik hallo, meisjes! Hallo, vaders en moeders! Hallo, stelletje boeven! Wat stelletje boeven? Waar heb je het over? Ernst, waar zitten de boeven? Waar heb je het over? Ernst, we zijn toch op een politiebureau? Daar heb je toch boeven? Waar zitten die? Nee, ja, wacht. Gaat meteen in het begin gaat het al mis. Dan gaan nu de verhalen door elkaar heen lopen. Ik zal het even uitleggen. Het klopt inderdaad dat we hier op een politiebureau zijn. Maar dat zijn niet de boeven. Dat zijn de mensen die aan het kijken zijn. Oh. Ik zal het even uitleggen wat er aan de hand is. Wij werden vanochtend gebeld. Heel vroeg. Hoe vroeg was het? 6:30. 6:30? Ja. Oké. Okay. Echt 6:30. Oh, nou, 6:30 ging de telefoon. Hoofdcommissaris aan de telefoon. Kennen jullie de hoofdcommissaris? Ja, die was het, ja. Die hoofdcommissaris aan de telefoon. En die zei aan de telefoon dat we onmiddellijk hier naar het politiebureau toe moeten komen. Maar hij zei er niet bij waarom. Nee, in Ernst vindt het een beetje spannend. Ja, spannend. Hij vindt het eng. Ja, nou ja, eng. Ja, weet je wat het is?
Er is altijd wat aan de hand op een politiebureau. En hij zei er niet bij waarom. Dus ja, ik... Ah, Bobby! Ik schrik daarvan. Wil je alsjeblieft overal vanaf blijven? Oh ja, want anders word je gearresteerd, hè? Is dat zo? Ja, moet je meteen de gevangenis in. Nee, toch? Ja. Nee, dat is allemaal onzin. Dat is belachelijk. Dat is helemaal niet waar. Ik hoef hem niet de gevangenis in. Telefoon ging 6:30. Nou, het kan ook iets later of eerder zijn, dat weet ik niet. Telefoon ging, hoofdcommissaris aan de telefoon. Ik nam heel slaperig, nam ik de telefoon op. Handen omhoog. Daar! U bent gearresteerd. Gearresteerd, maar ik heb helemaal niks gedaan. Ga onmiddellijk op één been staan. Fladder met uw armen. Wat moet ik doen? Fladder met uw armen. En zeg, ik ben een soepkip. Ik ben een... Hahaha. Je trapte erin, hè? Ik trapte er helemaal niet in. Ik had meteen door dat jij het was. Nou, dan ben je een hele goede toneelspeler, Ernst. Ik ben in principe... Ernst en Bobby, handen omhoog. Daar! Een geintje, jongens. Hoofdcommissaris, ik schrik met een hoedje. Ja, en ik schrik met een petje. Waar slaat dat nou op? Nou, ik heb toch een petje? Ik heb een het petje. Is een uitdrukking. Ja, hallo, ben ik in beeld? Oh, ja, u bent zeker in beeld. Kunnen we iets voor u doen, hoofdcommissaris? We kunnen zeker wat voor me doen. Wat dan? Je weet, het politiebureau is helemaal verbouwd en opgeknapt. En morgen wordt het geopend door... Ja? Door? Ga door. Ga door. Doei. Ik hou het spannend, hè? Oké. Hou het spannend, hè? Morgen is het nieuwe begin. Het bureau wordt geopend door de kokosnoot. Waar slaat dat nou op, kokosnoot? Je kan het niet in de politie waarom met een kokosnoot openen. Oh, het is dan kopieerapparaat, denk ik. Hallo? Is het kopieerapparaat? Nee. Oh. Kan niet met de kopieerapparaat. Morgen is het nieuwe begin. Ja. Het bureau wordt geopend door de kolonel Gaddafi. Nee, die is dood. En Ko van Dijk. Nee, die leeft lekker. Koala weer. Door de koningin. De koningin? Morgen wordt het bureau geopend door de koningin. En maar daarvoor moet nog heel veel gebeuren. Wat moet er gebeuren, hoofdcommissaris? Er moet een lied geschreven worden voor de koningin. En nog een speech geschreven worden. Speech? En de zolder is nog niet helemaal opgeruimd. Oh, maar die kunnen Ernst en ik misschien goed opruimen, die zolder. Dan weet ik zeker dat het goed komt. Oké. Jongens, aan het werk. Oké. Ingerukt, mars. Oké. Nou, ik heb liever een Twix eigenlijk, Ernst. De koningin! Ja, de echte koningin komt hier, man. Die komt de politiebureau openen. Wauw. Jongens, wie van jullie heeft wel eens de koningin in het echt op de televisie gezien? Vingers. Wauw. Wat de koningin. Oké, ik ook. Oké, vingers naar beneden. Die komt hier, man. Ernst, dat is zij toch? Deze? Ja. Nou ja, een paar jaar geleden alweer, maar het is er wel. Het is toch zo? Ja, leuk, hè? Bobby, moet je voorstellen. Bobby, en dan gaan wij er ontvangen. Hoe zie ik eruit? Ja, nee, mijn kleren. Oh. Mijn kleren. Nou, best leuk. Je hebt eigenlijk altijd hetzelfde aan. Dat is wel jammer. Ja, maar ik heb wel 86 van dit soort pakjes. Oh ja, dat is waar. Nou, goed. Ja. En dan, hier, ga staan. Netjes. Stinkt het niet? Nou, hou op. Zo, dan gaan we staan zo. Ja. En dan gaan we staan als ze eraan komt. Okay. Zo, gulp dicht. Gulp dicht. Ja, gulp dicht. En dan gaan we zo staan. En dan komt de koningin aan. Daar komt de koningin eraan. Waar denk je dat ze vandaan komt? Wat denk je? De koningin komt uit Den Haag. Ja, nee, soepkip. Waar zit daar vandaan? Waar ze hier vandaan komt? Daar of daar? Ik denk dat ze daar vandaan komt, Ernst. En dan komt ze zo lopen en dan maakt ze een koninklijk boogje. Oké, weet je wat wij gaan doen? Wat wij gaan doen is, als zij eraan komt, dan gaan we een buiging maken. Oh, ja. Als ze daar, dan gaan we even oefenen. Gaan we zo staan, zo? Als ze daar is. Ja, ik geef haar het tegen. Zo. Ja, kom nu. Wedden, laat hij je wint. Wedden. Ah, en dan komt de koningin en die doet... Agenst. Wat is dat? Dan wappert ze met de jurk, wappert ze zo jouw wind weg. Zo. Dat doet de koningin niet, hoor. Oh, nee, heeft ze iemand voor natuurlijk die dat doet voor de... En dan mag een speech houden. Oh ja. Dat zijn ook... Ik mag speechen voor de koningin. Moet daar je voorstellen. Ze. Daar staat ze. Ja, maar dan loopt ze een stukje verder. Ze draait zich om. Ze kijkt mij aan. Ik kijk haar aan. Wij maken contact. We hebben contact. Ik doe mijn hand in de lucht. Ik doe mijn hand in de lucht en ik zeg. Ik zeg. Waarom zeg jij tegen de koningin? Ik heb helemaal geen speech. Ik weet helemaal niet wat ik moet zeggen. Je moet gewoon wat zeggen, man. Ja, maar ik heb geen speech. Ik kan er niet zo wat verzinnen tegen de koningin. Dan schrijf je op wat je wil zeggen. Dan leer je dat uit je hoofd. En als de koningin er is, dan doe je je speech. Ik vind het nu al eng. Oké, heb jij een pen en een papier? Een pen en een papier? Nee, je had een stift. Een stift, maar je kan niet meer zo stiften. Wacht even, ga dan even kijken of hier bij dat bureautje, of daar misschien wat ligt. Er ligt vast een pennetje met een papiertje. Oh, hier, Bobby.
Hier is een pen en een papier. Weet je wat, dan blijf ik hier even bij de majesteit staan. Dan kan jij een mooie speech maken. Oké. Okay. Oh, majesteit. Dat is meteen een mooi begin voor de speech. Oh ja. Ik zeg tegen de koningin... geachte majesteit. En allerliefste poepie. Ja, en allerliefste... Nee, geen... Nee? Geen allerliefste poepie. Nee, doe nou half op. Geachte majesteit. En allerbeste poepie. Doe ja, dat veel dan. Beter. Allerbeste. Hou nou even op, hou op. Laat nou even, ja. Wat ziet u er vandaag weer prachtig uit? En wat heeft u een keurig gewassen onderbroek aan? Geen onderbroek, hou op. Heeft ze geen onderbroek aan? Nee. Staat ze in de blote billen? Ja. Nee, nee, ze heeft wel een onderbroek aan. Ja. Oh ja, maar geen gewassen. Nee. Oh, een vieze onderbroek. Ja, nee, hou nou even op. Laat maar, hou op. Ga even weg. Hou op je mond. Hou je mond en ga daar zitten en laat mij die speech schrijven. De koningin komt erbij na dat ik moet mijn speech afschrijven. Mond dicht, alsjeblieft. Ik ga wel even hier zitten, Ernst. Fijn. Hou op. Hou op. Mond dicht. Oké. Okay. Majesteit, wat fijn dat u hier bent gekomen door weer en wind om de... Wat was dat? Ze zitten hier allemaal geluidjes op dat keyboard. Lachen, man. Dit was de wind. Je zou je mond houden. Ik zei niks. Nou ja. Door weer en wind om de deuren van het politiebureau... te openen. Dat u hier bent, doet... Wat was dat? Ja, ik denk, ik doe de deur toch even dicht, anders dan tocht het zo. Akelijk. Wil je nou ophouden? Je moet ophouden met die geluikjes. Je moet je mond houden. Oké, weet je wat, Ernst? Zal ik anders, dat is misschien wel leuk, een koninklijk achtergrondmuziekje spelen? Wat? Een koninklijk achtergrondmuziek. Moet je horen. Majesteit, wat hier... Oké, prima. Ga jij spelen, achtergrondmuziek, maak ik mijn speech af. Voor de inspiratie. Laat mij gewoon schrijven, daar komt het goed. Achtergrondmuziek is altijd goed. Eens even kijken, waar was ik? Dat u hier bent, dat ik hier sta. Wat bedoel ik daar nou mee? Dat u... Oh ja, ik weet het al. Dat u hier bent, doet ons hart sneller kloppen. Daar wordt aan de deur geklopt. Bobby! Ik zeg hart sneller klop. Ja, daar komt ie. Hart geklopt. Zacht geklopt. Dat is zo flauw dit. Toen wij hadden vernomen... Jongens, heb je het al vernomen? Tralalali, tiralalala. Hou op! En hou jullie ook op met lachen? Het past perfect, man. Ze eet uit je hand. Ze eet uit mijn hand. Ja, ik heb alles onder controle hier. Hey, maar het past perfect, hè? Toen wij hadden vernomen dat u hier zou komen... Het rijmt ook nog. Leuk. U voor de volwassenen... Maar ook voor de kinderen. Zij is voor groot en klein, groot en klein, groot en klein. Zij is voor groot en klein, voorzien van marsepein. Hebben we er nog een? Het is cabaret dit, hè? Het is cabaret, man. Wat is cabaret? Dit. Waar heb je het over? Vinden ze leuk, man? Moet jij een leuke grap maken? Ja, dat is nou net mijn probleem. Bobby. B van de A. Waar heb je het over? Dat doen ze altijd. Knippen we eruit. Komt niet in de voorste. Kom eens hier. Ik wil wat in je oor fluisteren. Oh, jongens. Sst. Ergens wordt in mijn oor. Wegwezen! Trek helemaal door, hè, zo. Wegwezen. Wegwezen, Bobby. Ik wil die speech schrijven. Dit wordt helemaal niks. Koningin komt er bijna aan. Wat is er? Ik wilde ook net even weggaan. Fijn. Ja, maar weet je wat ik wilde doen? Nee, wat? Nee. Weet je wat ik wilde doen? Nee, dat weet ik niet. Weet je wat? Als jij nou raadt wat ik ga doen... Ja. Dan krijg jij de helft. Ja, de helft. Nou, ik weet het niet. Wat ga je doen? Plassen. Slechte grap, zeg. Even voor de volwassenen. Het niveau van de voorstelling gaat nog omhoog, hè?
Nee, het is ook niet waar. Maar we hopen dat het omhoog gaat. Al 25 jaar. Nou ja, goed. Eens even kijken. Hij is weg. Ik kan mijn speech. Mijn speech. Eens even kijken. Waar waren we? Komt-ie. Geachte majesteit. Wat ziet u er vandaag weer prachtig uit. Wat fijn dat u hier bent gekomen. Wat is er? Achterin. Ik zie het niet. Waar dan? Achter me. Zo, dat is dichtbij. Zeg, wat is er met je aan de hand? Ik ben de koningin. Wat zit er op je kop? Dat is mijn haar. Is je haar? Ja. Je pekje komt eronder vandaan. Oh ja? Ja, het moet zo. Zo. Oh, bedankt. Mag ik vragen waarom je verkleed bent als koningin? Dat leek me leuk. Praat maar even gewoon. Waarom even verkleed als koningin? Nou, Ernst, dat leek me leuk. Dan kan jij even je speech oefenen. Dan doe ik even de koningin en dan doe jij je speech. Dat is goed. Dan kan je meteen kijken of de koningin het leuk vindt. Oké. Okay. Moet je wel ook je buiging doen, hè? Oh ja. Komt-ie. Kijk. Wat is dat? Dat doet de koningin altijd. Wat? Oh. Knikje van de koningin. Ik heb het nog nooit gezien. Oké, nou, komt-ie. Geachte majesteit. Ja? Wat ziet u er vandaag weer prachtig uit. Saai. Wat fijn dat u hier bent gekomen. Saai. Door weer en wind. Saai. Om de deuren van het politiebureau te openen. Dat u hier bent. Wat was dat? Dodelijk saai, Ernst. Ernst, de koningin, dat kan de koningin niet aandoen. En wat moeten we dan? Kunnen we niet wat anders doen voor de koningin? Wat? Kunnen we niet een liedje zingen voor de koningin? Een liedje? Hebben we een liedje voor de koningin? Natuurlijk hebben we... Man, we hebben... De koningin komt langs. Pas perfect. Dat is een goed idee. Dat is helemaal een goed idee, want dan kunnen jullie meedoen. Ja. Het is namelijk heel makkelijk. Kijk, dan zingen wij eerst De koningin komt langs. En dan daarna zingen jullie in navolging van ons. Weet je wat? We gaan het gewoon doen. Je ziet het vanzelf. De koningin komt langs. Ja, dus daar zit hij, hè? Dus eerst wij, dan jullie. Nog een keer. De koningin komt langs. Jawel, moet je kijken. Ernst? Ik zit hier langs de route, mijn klapstoeltje erbij. En mijn koude koelbox altijd aan mijn zij. Ik heb een vlag in mijn hand en mijn rateltje is blij. En de wekker in mijn tassie hangt er keurig bij. De koningin komt langs. Oké, dat was best goed, maar nu eventjes twee keer zo hard. Leuk. De koningin komt langs. Ah, dit is echt lekker, jongens. Oké, kunnen jullie zwaaien naar de koningin? Zwaai eens. Ik hoop zo dat ze naar me zwaait, dat heeft ze toch beloofd. Of dat ze misschien eventjes naar me knipoogt. Een knijpje in mijn wang of een aaitje over mijn hoofd. Dan ben ik vast wekenlang plaatselijk verdoofd. De koningin komt langs. Oké, nou even de papa's, mama's, opa's, oma's. Lekker hard mee. De koningin komt langs. Wauw, Ernst, take it away. Take it away. Want de koningin kom je zelden tegen. Maar als je er ziet, oh, dan is het zo fijn. Al sta ik urenlang in de regen, als ik maar bij haar zou kunnen zijn. De koningin komt langs. Ze krijgt van mij twee dikke zoenen, want ik geef nu mijn kans. De koningin komt langs. Ah, jongens, en nou een groot applaus voor de koningin. Zo, Bobby, nee, hebben we geen tijd voor. En ik heb ook nog wat zitten bedenken. Wat ook leuk is, want op Koninginnedag, hè, komt de koningin ook altijd. En dan gaan ze altijd van die oud-Hollandse spelletjes doen. Misschien moeten wij dat ook doen. Wat is het? Koekhappen, zaklopen. Oh, die zag ik net lopen. Die wat? Hier. Nee, die hoort bij het theater. Dat is wat anders. Oh. Hey, en gaan ze dat van die infantiele toneelstukjes voor dat doen? Oh ja, dat vindt ze leuk. Dat weet niemand. Maar misschien moeten we dat ook doen. Iets oud-Hollands. Weet je wat, Ernst? Zullen we dan met de hele zaal een volksdansje doen? Een volksdans-ex zo van... Ik weet niet of het handig is om in een vol theater... te doen.
Oh ja. Een oud-Hollands volksdans. Maar dat je met z'n allen iets doet, dat ziet er altijd heel mooi uit. Tegelijk. Ja, nee, wacht even. Nee, ik denk niet dat het een goed idee is. Op zich wel een goed idee, maar kijk. De koningin komt er al bijna. En als de koningin eraan komt, dan moet iedereen precies op hetzelfde moment hetzelfde doen. Ja. Echt een beetje North Korean style. Nou, daar hebben we geen tijd meer voor, want ze komt er al bijna aan. En daar hebben we geen tijd voor. Wat is Ernst, er? Dan heb ik voor jou de oplossing. Wat is dat? Moet je kijken wat ik gisteravond in elkaar heb gezet. Wat is dit? Dit is een oud-Hollandse hypnosedoos. Wat kan je daarmee doen dan? Dan kun je de hele zaal mee hypnotiseren en dan doen ze allemaal precies hetzelfde op hetzelfde moment. Ik snap het niet. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, als ik op dit knopje druk, gaat iedereen bijvoorbeeld buigen voor de koningin. Dit is juichen voor de koningin, klappen voor de koningin. Kijk hè. 1 seconde. Dat werkt niet, man. Wat denk je nou? Als jij op een knopje drukt, gaan zij niet juichen. Echt wel. Bobby, het werkt niet. Wil jij het zien? Geloof het nou gewoon een keer. Kom jij maar eens kijken. Dames en heren, jongens en meisjes, ik zet de hypnosedoos aan. Als ik op dit knopje druk, gaat iedereen juichen voor de koningin. Het werkt niet. Let op. 1, 2, 3. Dit is buigen voor de koningin. Zwaaien naar de koningin. Stoppen met zwaaien. En weer juichen. Ja, zeg. Geweldig. Hey, zet hem even uit hier. Wat een geweldig apparaat. Wat is er? Dat is hartstikke goed. Nee, mag ik ook een keer? Wil je ook een keer? Nou, je geeft hem aan mij. Oh, nee, geef maar terug. Nee, maar ik wil het wel doen. Doe jij een keertje met de zaal. Maar kan ik ze ook hypnotiseren? Tuurlijk. Echt waar? Hey, welk knopje zal ik dan? Heb je alle knopjes al gebruikt? Of nee, deze heb ik nog niet gebruikt. Oké, en welk knopje is het? Wat gebeurt er? Oh, die is heel leuk, Ernst. Dat is salto achterover naar de stoel achter je. Geweldig, leuk. Oké, nou. Leuk! Hey, Ernst. Ja? Weet je wat misschien nog leuker is? Nee. Je kan ook mij hypnotiseren met dat ding, hè? Hoe bedoel je? Nou, als je nou mij hypnotiseert, dan doe ik alles wat je vraagt. Meen je dat nou? Ja, boodschappen doen, mijn kamer opruimen, mijn mond houden. Hey. Leuk, kan je zien hoe goed hij het doet? Zal ik Bobby hypnotiseren? Ja! Oké, leuk. Ga ik doen, dat is lachen. Gaan we eens even kijken hoor, ik zet hem aan. Hij is al helemaal gehypnotiseerd. Oké, stukje lopen. Wat een leuk ding zeg. Ik vind hem echt mooi. Eens even kijken. Huh? Wat? Zwaaien. Ophouden met dom kijken. Nou ja. Achteruit lopen. Naar rechts lopen. Andere kant rechts, soepkip. Geweldige voor de kijkers rechts, hè? Oh, je voor de kijkers rechts. Wat een geweldig apparaat. Voor 1 keer doet Bobby precies wat ik zeg. Dit apparaat had ik echt 25 jaar eerder moeten hebben. Storing. Waar? Bobby! Weer een stift? Je was gehypnotiseerd, man. Wie? Jij! Wanneer? Ik had je gehypnotiseerd. Och, ik weet er niks meer van. Ja, joh. En je kwam met een... Ik had waarschijnlijk een verkeerd knopje, want je kwam met een kruk op me af. Nou, het is... Maai. Echt waar? Ja. Nee, maar Bobby, zo gaan we dat doen. Wat doet hij het goed, hè? Dat gaan we doen. Een oud-Hollandse volksdanshypnose-act voor de koningin. We hebben een speech. We hebben een lied gemaakt voor de koningin. Ja, de koningin komt langs. Nee. Jawel. Nee, dat is niet waar. Jawel, we hebben dit gespeeld, man. Nee. Dat is niet waar, want de hoofdcommissaris zei dat we een lied moesten maken, een nieuw lied. En dit is een bestaand liedje, is een oud liedje. Oh. We kunnen niet met een tweedehands liedje aankomen voor de koningin. Dus we moeten een nieuw liedje maken voor de koningin. Hebben we daar nog tijd voor? Tuurlijk, kan je dat? Ja, ja. Tuurlijk, even een liedje maken voor de koningin. Nou, kom op, schiet op nou. Voor wie was het, Ernst? Ja, mijn tante. Oké, ik heb een tante in. Nee, man, de koningin natuurlijk, doe even gewoon. Oh ja, de koningin, dat is waar ook. Ja, jongens, zullen we dan iets doen van... zullen we doen Lang Leven de Koningin? Ja. Dat is misschien wel leuk. Ernst, zoiets van... Lang leven de koningin. Lang leven de koningin. Is dat wat? Doe nog eens. Nog eens. Lang leven de koningin. Lang
Leve de koningin. Nee, dat is helemaal niks. Huh? Nee, dat is niks. Hoezo niet? Nou kijk, bij een goed liedje kunnen zij allemaal meezingen. En bij dit liedje kunnen zij niet meezingen. Ernst, dit kunnen ze zo meezingen. Nietus. Welles. Nietus. Welles. Nietus. Welles. Niet. Zullen we het laten horen aan Ernst? Zing eens mee. Lang leve de koningin. Lang leve de koningin. Nou, wat zei ik? Wat? Ik hoor niks. Twee keer zo hard. Lang leve de koningin. Lang leve de koningin. Ernst, dan heb ik nog wat. Ik laat de hele band meespelen. Drums, bas, gitaar, orgel. Lang leve de koningin. Lang leve de koningin. Ernst, en dan heb ik nog wat. Als jij nou meehelpt. Met z'n allen zingen en jij erbij. Oké. Met z'n allen, nog een keertje. Lang leve de koningin. Lang leve de koningin. Ja, maar wacht even. Dan heb ik ook nog wat, hè. Dan doen we 3 hoeraatjes voor de koningin. Dat vindt ze echt leuk. 3 hoeraatjes. Hand in de lucht, allemaal. Hoera, hoera, hoera. En allemaal tegelijkertijd ziet er geweldig uit, man. Ja, hartstikke. Zo gaan we doen. Jongens, alles klaar? Nou, we hadden het er net over. Ja. We hebben een lied, een speech en een volksdanshypnose. Goed zo. Act. En de zolder? De zolder, die zijn we vergeten. Oh. Jongens, die had al lang klaar moeten zijn. Ja. Morgen komt de koningin en de zolder is nog een bende. Ja. Luister, ik heb daar een brief neergelegd waarop precies staat wat je moet doen. Okay. Lees hem goed en voor de rest overal afblijven. Okay. Ernst en Bobby, aan het werk. Oké, we gaan meteen naar de zolder. Jongens, sorry. Loop we moeten naar de zolder. Dat hadden we beloofd. Ernst, kom op mee. Tot zo. Dag. Kom op. Nee, maar Bobby! Ja? Bobby! Ja? Ja? Waar ben je? Het hoekje om. Met het hoekje om? Nou ja. Wat moeten we met hun doen? Bingo. Wat? Bingo. Bingo? Nee. Bingo, moet je zeggen. Versta me helemaal niet. Wat zegt hij? Bingo. Nou, lijkt me ook niks. Vakantie? Ook niet. Televisie kijken? Ik vraag het wel even. Willen jullie de tussentijd even televisie kijken? Ja! Dat is altijd goed. Ik zet wel wat op. Volgens mij is het nu SBS Shownieuws. Doeg! Zeg Peter, hoe staat het eigenlijk met de voorbereidingen voor de komst van de koningin? Bij dat prachtige, opgeknapte politiebureau. Ja, Fik, ik kan niet anders zeggen dan dat het redelijk chaotisch is op dit moment. Nou, de koningin komt er al bijna aan. Ernst en Bobby zijn er. Er schijnt een lied te zijn, maar niemand weet hoe dat lied gaat. Het is nog totaal onduidelijk. We hebben uit de betrouwbare bron het gerucht gehoord dat de zolder van het nieuw te openen politiebureau nog helemaal niet af is. Zelfs. Dat meen je niet, maar je zou toch zeggen dat als de koningin komt, dat alles aan dit top geregeld dat is? Dat zou je zeggen, Victor. Maar ja, ik vind het een, ik kan niet anders zeggen, een verontrustende situatie. Dat kun je wel zeggen. En ik hoop dat het allemaal maar goed komt. En ja, meer hierover in de volgende editie van Shownieuws. Bobby. Ernst? Bobby. Ik zie je niet, ik ben er al. Nou, ik ben er al. Waar ben jij? Je moest naar beneden, hè? Ja, de zolder is naar beneden. Naar boven, soepkip. Oh, alle trappen op. Wacht even, Ernst, ik kom eraan. Ik zit helemaal verkeerd, man. Jongen. Waar komen die nou deze vandaan? Ja, heel raar. Ik dacht, Ernst, is dit de zolder? Ja. Oh, moet je kijken. Iemand heeft een tekening van jou op de muur gemaakt. Je hebt je bril niet op. Wat is die lelijk. Nou, dat is niet zo heel aardig om dat te zeggen. Ah, dat hoort die tekening toch niet, joh. Maak het uit. Lachen met jou. Hé, hey, ik zit te kijken, Bobby. Ik vind het nogal meevallen wat voor troep het hier is. Ja. Ik zie hier wat troep, wat een klein beetje troep en een bezem. En ik zie hier een gek muurtje met wat verfspullen. Ik denk, Bobby, dat je met die bezem de vloer een beetje moet aanbezemen. Okay. En dat we met die verfspullen het muurtje moeten overschilderen. En dan, volgens mij is het dat wel. Okay. Weet je wat, als jij gaat vegen, ga ik verven, komt alles goed. Nou, eigenlijk, hè Ernst,
eigenlijk vind ik verven misschien wel leuker dan vegen. Ik wil eigenlijk toch liever verven. Dat zal wel, maar voor één keer doen we gewoon even wat ik zeg. Ga jij vegen, ga ik verven. Kom op, laat het gewoon zeggen. Ja, maar als je allebei wat wilt, dan kan je daar beter om loten. Dat is eerlijk. Dat zeg je altijd. Oké. We gaan erom loten. Oké, doen we getal onder de 10, oké? Getal onder de 10? Ja, en degene die het raadt, die mag verven. Is dat eerlijk, jongens en meisjes? Ja. Oké. En weet je wat, en dan mag jij beginnen. Oh, dat is aardig. Aardig, hè? Oké. Neem ik even getal in mijn gedachten? Ja. Oké. Raad maar. Is het 4? Nee. Oh. Nou ben ik. Is het 7? Ja, 7. Het is 7. Goh, van een wassen. Nee. Stop. Was dat eerlijk? Nee. Nee. Er zit één iemand ja te roepen, maar dat is niet eerlijk. Hoezo? Bobby, dat was niet eerlijk. Hoezo niet? Nee. jij wist welk getal het was. Ja, maar dat vergeet ik gewoon heel snel. Dat kan niet. Wat kan niet? Je kan niet zo snel een getal vergeten. Welk getal? Dat in je hoofd zit. Wie's hoofd? In jouw hoofd. Ik kan me niks van herinneren. Toen we getal naar de 10 deden. Zie je nou hoe snel ik dat kan vergeten? Ja, nee, het is goed. Met je, Bobby, we gaan het gewoon niet zo doen. We gaan het eerlijk doen. Je moet iets anders verzinnen. Okay. Maakt niet uit wat, als het maar eerlijk is. Nou, schiet me er ineens eentje te binnen, Ernst. Wat dan? We doen getal onder de 10. Ja. Maar omdat je mijn allerbeste vriend bent, mag je 10 keer raden. Getal onder de 10 en ik mag 10 keer raden. Onder de 10, hè? Vind ik fideel. Oké, nou, ik vind het goed. Oké, nou komt ie. Is het 1? Nee. Is het 2? Nee. 3? Fout. 4? Fout. 5? Fout. Hoeveel heb ik er al gehad? 5. Oké, hoeveel mag ik nog? 5. Oké, is het 6? Nee. 7? Fout. 8? Heel fout. Slaat het nou op. Nou, dan is het 9. Nee. 10? Ook niet. 0? Nee. Wat nou? Getal onder de 10? Ja, onder de 10. Het was min 260. Je hebt het niet geraden, dus ik mag schrijven. Ik snap dat helemaal niet. Snapt u dat? Dat maakt niet uit. Laat maar zitten. Ik ga wel vegen, als het zo moet. Ernst, moet je kijken wat ik opgeschreven heb. Ernst is gek. Het is niet zo heel erg aardig, Bobby, om dat te schrijven. Nee, maar ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. Op de koningin. Ernst is gek op de koningin. Ja, dat is wel waar, Bobby. Maar het is raar als de koningin komt dat er dan op de muur staat... Ernst is gek op de koningin. Dus maak gewoon één kleur. Doe maar even één kleurtje overschilderen. Ik vind hem zelf wel leuk, maar oké, één kleurtje. Jongens, jullie mogen zeggen welke kleur. Wit, zwart of oranje? Oranje natuurlijk, want dat is de kleur van Nederland. Hey Ernst, oranje van de voetbal, weet je wel? Ja. Nederland, oh Nederland, jij bent mijn kampioen. Wij houden van oranje. Even leuk, even iets achtergrondinformatie van Ernst en Bob is leuk. Wij komen in heel veel theaters en daar raken we heel vaak spullen kwijt. Bijvoorbeeld ook deze bezem. En dan had ik aan Bobby gevraagd, zou jij even op deze bezem willen schrijven dat die van ons is? Ja. En kijk, en dan schrijft hij op... Van ons. Ja, hij is van ons. Goed, is goed hè? Hey Ernst. Ja. En ik heb nog iets van ons. Wat dan? De brief. Welke brief? Het is een brief van de koningin. Een brief van de koningin? Ja, hij is voor jou. Een brief van de koningin voor mij? Weet je wat erop staat? Nee. Voor mijn allerliefste Ernst. Je bent niet wijs. Ja, inderdaad. En dus de tweede zin is, wist je dat je mijn allerliefste schattenpoepje was? Je bent niet wijs. Kom hier. Dit is... Dat is helemaal niet waar. Wat flauw. De werkbrief van de hoofdcommissaris. Beste Ernst en Bobby, wat fijn dat jullie hier op zolder zijn, want er moet gewerkt worden. Moet werken. We moeten vegen. Oké. Gereedschap opruimen. Oké. Verfpotten weghalen. Oké. En voor de rest overal vanaf blijven en al helemaal niet aan de appel komen. Die is miljoenen waard. Groeten de hoofdcommissaris. Een appel? Ernst, ligt hier een appel? Ik heb nog geen appel gezien hier, appel. Hoor. Oh, een appel gezien. Heb je een appel gezien? Ja. Heb je een appel gezien? Ja. Hè? Waar? Oh, ja, ik ben een stukje vergeten. Dat zei hij er net al. Maar hier staat wel appel, inderdaad. Karel Appel. Leuk. Bobby! Dat is verschrikkelijk! Dat schilderij! Waar je overheen hebt geschilderd! Dat is van Karel Appel. Dat is miljoenen waard. Oh, maar dan moeten we het teruggeven aan Karel. Wat zal die blij zijn? Het is van Karel, is. Je snapt het niet. Het is van Karel Appel. Ja. Het is van Karel Appel. Dat is miljoenen waard.
Wacht even, Ernst. Het is een appeltje die zelf kan schilderen? Dan snap ik wel dat het miljoenen waard is. Je begrijpt echt geen bal van, hè? Er is een man, een mens, een schilder. Die heette Appel, Karel Appel. Die heeft dit schilderij gemaakt. Dit is miljoenen waard. Dat was miljoenen waard totdat jij er overheen hebt geschilderd. Wat moeten we doen, man? En dan komt ook nog eens een keer de koningin eraan. Ah, joh, geen probleem, jongens. Als het ooit eens een keer bij jullie gebeurt, je pakt gewoon alle kleuren. Heel simpel. Alles in je hand en dan maak je er gewoon een nieuw schilderij van. Ernst, geen probleem. Hier, moet je kijken. Echt de mooiste dingen kan je maken. Het is hartstikke makkelijk. Ik vind het amateuristisch prutswerk. Echt? Dit kan mijn hamster ook. Oké, wacht even. Dan heb ik ook deze. Deze is ook leuk. Deze is ook leuk. Hier, moet je kijken, Ernst. Oh, jongens, dat is wel grappig. Dan moeten jullie raden wie dit is. De Mona Lisa. Hartstikke goed. Kijk eens even. Wat goed. En jouw broer, toen hij zijn haar hard, lang had, toen zag hij er ook zo uit, toch? Ja. Maar wel een stukje lelijker, hoor. Ja. Zullen we die houden voor de koningin? Nee, natuurlijk niet. Gewoon die appel moet terug. Die appel moet terug. Ik heb ook deze nog. Ik heb ook deze nog, Ernst. Deze is ook leuk. Deze is ook leuk. Een nieuwe vriend voor de koningin met een leuke bontmuts. En hier, wat een idee. Allee, joh. Alleen een beetje verband aan zijn oor, Ernst. Waarom heeft hij verband op zijn oor? Nou, dan heb ik een beetje te hard geschilderd. Lach aan met jou, Bobby. Dit wordt helemaal niks. Ik wil mijn appel terug, maar zo gaat het hem niet worden. Bobby, we moeten eerst weer wit maken. En dan pak de blokwitter. De blokwitter. En dan maak je hem eerst wit. En daarna bouw je hem langzaam weer op. Oh ja. Ja, ik snap het. Kijk, jongens, ik zal het even uitleggen. Want als die wit is, komen de kleurtjes mooi uit. Bobby, Bobby, Bobby. Oh. 4 jaar toneelschool, hij. Cum laude. Ja, als conciërge. Goed. En nou bouw je hem langzaam op. Oké. Oké, jongens, als die klaar is, wil ik wel een applaus hebben, hè? Komt-ie. Ik ga proberen om het appeltje weer terug te schilderen. De ogen zijn het moeilijkst met 2 en dan weer met de neus met 1. En dan weer 2 en daar komt-ie. Tada! Applaus! Nou, eindelijk, Bobby. Hartstikke goed. En nou, de bril. Wat ga je doen? Je gaat geen bril op het schilderij maken. Nee, maar het is geen echte bril. Hoezo niet? Het is een wc-bril. Nou, dan ben je op, Soepkip. Je bent echt de allergrootste soepkip die ik heb. Weet je dat? Weet je, we zingen naar Bobby. Je bent een soepkip. Je bent een soepkip. En met z'n allen. Je bent een soepkip. Dat kan toch harder. Je bent een soepkip. Nog een keer. En dan ben ik toch zo benieuwd, hè? Wat dan? Over wie gaat dit liedje nou? Soms vergeet ik te denken, noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen, en met zijn jas verkeerd om aan. Heb ik hem zo? Hij kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan. Zing maar mee. Je bent een soepkip met z'n allen. Je bent een soepkip. Dat kan toch harder. Bobby, er zijn er een paar die ook naar mij wijzen. Het zijn hele intelligente mensen, heb ik gehoord, die hier zitten. Ik val uit alle bomen, heb een sneetje of een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen of ga zitten op mijn boterham. Oh. Jij schiet in alle sloten. Ernst, moet je kijken. Bobby schiet in het verkeerde doel. Struikelt over lege flessen, valt door het wippen van zijn stoel. Je bent een soepkip met z'n allen. Je bent een soepkip. Ik niet, hij. Je bent een. Wat is hier aan de hand, Bobby? Je bent een soepkip. Oh, sorry, ik was even aan het kijken hoeveel lampen er waren. 750 lampen. Als je dan een soepkip bent en je raakt daar aan gewend. Bedenk dan goed, het is best fijn. En iedereen kan wel eens een soepkip zijn. En een soepkip maakt het meeste gein. En zie nog eens mee. Je bent een soepkip. Even allemaal naar Ernst. Je bent een soepkip. Even allemaal naar je moeder. Je bent een soepkip. Of naar je vader. Je bent een soepkip. En de laatste is voor Bobby. Je bent een soepkip. Applaus. Wat
Oké, nee, maar Bobby, hebben we geen tijd voor. Nee, stop jongens, hebben we echt geen tijd voor. We moeten door, de koningin komt er bijna. We moeten een laatste inspectie hier doen voor de koningin komt. Okay. En dan gaan we naar beneden. Nou, dat komt goed uit, want ik heb de koningin hier, hè. Ernst. Ja. Die inspectie door de koningin, laat ik gewoon even hier. Door de koningin, een inspectie voor de koningin komt. Ja, maar het kan ook door de koningin, want ik heb daar namelijk hier. Zeg, dat moet echt weg door, Bobby. Ja, natuurlijk. Wat? Wat is er? Een kluis! Ernst, een kluis! Een kluis achter een schilderij, dat vind ik spannend, man. Wauw, Bobby. Bobby, weet je hoe zo'n kluis open gaat? Meestal is het met een code, of met een sleutel, of met zo'n keycard. Nee, Ernst, dit is een hele bijzondere kluis. Die kun je niet openmaken. Die kan je niet openmaken? Hoezo niet? Hij staat al open. Oh. Hij is al open, precies. En ik zal het even demonstreren voor jullie ook achterin. Kijk, nu staat hij open en nu... Nee, wacht. Bobby. Nu zit hij dicht. Goed, hè? Nog een keertje openmaken. Kijk, zo staat hij open. En zo gaat hij dicht. Nou, dat laatste ging heel goed. Dicht. Mooi, hè? Wat jammer. Wat? Ja, heb je gezien wat erin zat? Nee. Hebben jullie gezien wat erin zat? Nee. Nee? Jammer. Zal ik hem openmaken? Ja! Ik ga hem gewoon openmaken. Hoe doe je dat? Met je code. Met de code. Oh, met de code. Ernst, ik heb net gehoord, het is heel makkelijk. Nee, stop. Nee, je moet de code intikken. Ja. En dan kan je hem zo aan het wieltje draaien, gaat hij open. Ja. Ja, oh, ja. Maar je hebt de code helemaal niet. Nee, maar die is altijd hetzelfde. Wat dan? Altijd 1, 2, 3, 4 en dan enter. Is dat zo? Ja. Oké. Okay. Zal ik het doen? Ja. Nee, stop. Wacht. Bobby, kan dat geen kwaad? Nee. Natuurlijk niet. Oh. Komt-ie. 1, 2, 3, 4, enter. U heeft een foutieve code ingetikt. U kunt nog 2 maal proberen de goede code in te tikken. Daarna vernietigt de kluis zichzelf. Inkluis de inhoud. Wat heb je nou gedaan, man? Nou, ik deed 1, 2, 3, 4, enter. Nee! Wederom een foutieve code ingetikt. U kunt nog 1 maal proberen de goede code in te tikken. Daarna vernietigt de kluis zichzelf. Inkluis de inhoud. Het kan ook 4 keer... Nee. Overal vanaf blijven. Hou vast. Bobby, we doen het schilderij ervoor. We gaan niet meer proberen die kluis open te maken. Het is klaar. We zijn klaar hier op zolder. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Doe die bezem weg. Dan brengen we dit. Zetten we even hier neer. En dan gaan we, Bobby, met dit ding naar beneden. En dan zien we jullie beneden in de hal van het politiebureau bij de hoofdcommissaris. Hartstikke goed, Ernst. Vind ik het een goed idee. Oké. Okay. Je bent een soepkip. Soep, super de soep. Je bent een soepkip. Soep, soep, super de soep. Victor, er is goed nieuws vanuit het politiebureau. Vertel. Ja, de zolder schijnt inderdaad nu dan helemaal klaar te zijn. Wel interessant om te melden is dat er een alarm is afgegaan, maar dat bleek een misverstand te zijn. Nou, dat is maar goed ook dat het alarm afgaat, want het is natuurlijk wel fijn als het veilig is als de koningin komt. Ja, ik moet eerlijk zijn dat ik nog niet heel veel vertrouwen heb in die Ernst en die Bobby. Nee. Want ja, ik moet zeggen, ik heb nog nooit zoveel vertrouwen in die twee gehad. Maar goed, ik vind dat het allemaal vrij lang duurt. Het is niet iedere dag dat de koningin op de stoep staat. En ja, dan Ernst en Bobby die de boel klaar moeten maken en dat lukt nog maar niet. Ik weet het allemaal nog maar zo net niet, toch? Ik weet het ook niet, schat. Maar goed, we zullen er vertrouwen in moeten hebben. Alle vorderingen horen jullie natuurlijk allemaal in onze late uitzending van Shownieuws. Hoofdcommissaris! Hoofdcommissaris! We zijn klaar! Hallo! Ja. Waar bent u? Hier. Waar is hier? Op de wc. Oh. Hij zit op de wc. Ik heb een mietje gelaten. Oh, dat maakt niet uit. Laat maar waaien. En nog één. Oh, lekker warm. Ik heb kriebel aan mijn kop. Oh, dan heeft u waarschijnlijk luizen. Dan moet u van die stinkshampoo gebruiken. Ik wil kaas. Nou, sorry hoor, maar dan moet u echt eerst van de wc afkomen en uw handen wassen. Ik wil een tosti. Ja, Ernst, ik wil ook een tosti. Lekker man. Ik wil eraf. Haal het pakken eraf. Haal het laken eraf. Hoofdcommissaris, zit u met een laken over uw hoofd op de wc? Oh, we hebben storing. Bobby, snap je nou wat aan de hand is? Nee. Hier, moet je kijken. Ik wil een tosti.
Oh, de papegaai wil ook een tosti. De hoofdcommissaris heeft ook trek in tosti's, wist je dat? Want het was de hele tijd al de papegaai die aan het praten was. Ik weet niet waar de hoofdcommissaris is. Hola, buenos días. Hay el cuen aquí. Leuk. Wat zei die nou? Zei die hola? Zei die hola. Oh, wacht even, het is Spaans. En nou wil het toeval dat ik een aardig mondje Spaans spreek. Laat mij maar even. Hola, zei die, hè? Ja. Hola, ijs, señor. Kunt u hier verder op kopen bij de supermercado? Sí, hola. Hebben ze ook Sisi? Ernst, ik spreek Spaans. Hola, señor, todo bien? Yo quiero sacar algo de la caja fuerte. Arriba, arriba, ándale, ándale, ándale. Lo siento, la acabamos de cerrar. Oh, qué pesadilla para ti, con este feo. Wat zei die? Geen idee. Ernst, ik spreek wel Spaans, maar ik versta het niet. Ik heb uit zo'n boekje... Meneer, wat kunnen we voor u doen? Papagaia. Papagaia. My papagaai. My papagaai. Van dat liedje. My papagaai. Nee, man, dat is de Macarena. Hou er mee op, zeg. My papagaai. Geen tijd. Helikopter moet terug naar Mexico. Haast. Nee, wacht even. Het Oud-Hollandse kwartje begint te vallen. Ik heb hem. Hij zegt, Bobby, het is zijn papagaai. Hij wil terug naar Mexico. Hij heeft haast. Haast. En dan gaat met een helikopter. Ik snap het. U komt hem natuurlijk halen bij de gevonden voorwerpen. Maar de hoofdcommissaris, die is er even niet. Die zit op de wc. Maar wij geven wel even door dat u uw papegaaitje bent komen ophalen. Dus neem hem lekker mee. En ik zou zeggen, hasta la vista. Adios. 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 En hasta mañana. En de groet aan uw schoonmoeder. Dag. Leuk, Ernst. Kijk, er staat echt een helikopter. Zo een helikopter. Dag, goeie reis. Ook weer opgelost. Oké. Ernst en Bobby, alles klaar? Ja hoor, die tosti gaat er zo in en dat luizenspul haal ik morgen. Nee, de zolder is opgeruimd. Hou op. Mooi. Dan kan morgen de koningin komen om het politiebureau te openen. Hartstikke goed. En nu kan ik jullie ook eindelijk vertellen dat ze dat zal gaan doen met... Nou, vertel. Een gouden sleutel ingelegd met... diamanten. Wauw! En je weet, zonder die sleutel geen opening. Nee, dat begrijp ik. Zonder die sleutel geen opening. Tuurlijk niet. Maak je niet ongerust. Doen we niet. Want ik heb die sleutel veilig opgeborgen in de kluis op zolder. Die kennen we! Daar is die kluis! En de deur van de kluis, die heb ik op een kier gezet, zodat ik er altijd bij kan. Ja, goed idee. Ja, en mocht er dan toch per ongeluk iemand zijn die deur dicht doet, ja, dan is er nog niets aan de hand. Oh. Want dan is er altijd nog één die de code van de kluis weet. Gelukkig, wie is dat? De papegaai. De papegaai, wat een geweldig idee. Ja, natuurlijk. De koningin kan komen. Ja. En ik kan ontspannen. Ja. Ontspan ze. Bobby! De papegaai. Bobby! De koningin komt het politiebureau openen met een gouden sleutel ingelegd met diamanten. Die lag dus in die kluis op zolder. Jij hebt die kluis er dicht gedaan. En de enige die die code kent van de kluis is de papegaai. En die zit in een helikopter op weg naar Mexico. Wat moeten we doen? Nou, Ernst, ik denk dat we ook naar Mexico moeten. Ach, wat een fantastisch idee. Bobby, weet jij hoe groot Mexico is? Oh, best groot. Bobby, denk nou toch eens voor één keer na. Stel je voor, wij kopen een kaartje. Stappen in het vliegtuig. Het vliegtuig vliegt weg. Polonaise door de gangpaden. We landen in Mexico. En waar gaan we dan naartoe? Naar de Calle Buena Comida 43 in Mexico. Waar naartoe? Calle Buena Comida 43 in Mexico. Wat is dit? Dat is een briefje. Hoe kom je hier aan? Lag hier op de grond. Dat heeft die Mexicaan uit zijn zak laten vallen. Hier woont hij. Hij heeft een restaurantje in Mexico. Dit is een visitekaartje. Op dit adres is hij? Ja. Dan is daar ook die papegaai. Tuurlijk. Bobby, wij moeten naar Mexico. Dat zei ik. Jongens en meisjes, wij gaan naar Mexico toe. Hebben jullie zin om met ons mee te gaan? Ja! Oké, ik weet wat. We gaan met z'n allen 20 minuutjes pauze houden. Zien jullie na de pauze hier weer terug? Gaan we met z'n allen naar Mexico? Zullen we dat doen? Zeker weten. Bobby. Mexico.
en de rest. Ophouden. Ernst, we moeten de laatste kant op. Ernst! Oké, Ernst. Zitten. Oh. Hij zit, Ernst. Hoe doe je dat? Zitten, je handen voor zijn ogen doen. Oké. Gaat hij zitten. Zit. Zeg eens zit, Ernst. Zit, Ernst. Zit. Nee, laat maar zitten. Hij blijft wel staan. Oké. We zijn in Mexico! We hebben twee van die beesten gehuurd bij, hoe heet het ook weer, Rente Struisvogel. Nee, Struisvogels Arus. Nee, de struisvogel gigant was het. Oh ja, ze zaten daar met z'n drie op een rijtje. Ja. Zo. Ja. We gaan op zoek naar die Mexicaan met zijn papegaai. Gaan we die papegaai die code laten zeggen. Ja. En dat is in het restaurantje op het adres... Calle Buena Comida 43. Daar gaan we naartoe. Nou, op de rug van die struisvogels. Bobby heeft in zijn rugzak een wegenkaart zitten... Ja. Komt allemaal goed. Nee, wacht even. Ik heb geen wegenkaart bij me. Dat meen je niet? Nee, meen ik wel. Geen wegenkaart bij je? Oh, nee. We zitten in een wildvreemd land. Ja. Geen idee waar we naartoe moeten. Je hebt geen wegenkaart. Wat heb je dan wel bij je? Oh, ik heb van alles bij me, Ernst. Ik heb bij me een reservejasje, voor als het koud wordt. Ik heb mijn zwembroek bij me. Ik heb, oh ja, ook leuk. Ik heb slingers bij me. Maar waarom heb je slingers bij je? Voor als je onverwacht jarig wordt. Volgens mij word je nooit onverwacht jarig, hoor. Oh nee, je krijgt altijd eerst een uitnodiging, hè? Ja, dat is waar. Nou ja, maakt niet uit. En ik heb een tomtom en een pen. Wat zei je als laatste? Pen. Ja, oké. En daarvoor? Een. Ja, en daarvoor? En? Ja, en daarvoor? Weet ik niet meer. Wat zei ik daarvoor? Tomtom. Ik heb een tomtom bij me. Hier, moet je kijken. Ik heb gewoon een tomtom bij je. Ja, hier deze. Kijk eens. Ja, waarom zeg je dat dan niet? En jij zegt, heb je een wegenkaart bij je? Maar die heb ik niet bij me. Ja, Tom is toch veel beter? Oh, okay. Zet hem aan. Oké. Okay. Welkom, waar wilt u naartoe? Oh, ik wil nog wel een keer naar China of naar Taiwan. Nee, soepkip, je moet zeggen welk land je nu bent. Oh, Mexico. Oh, leuk, Mexico. Naar welke straat? Calle Buena Comida 43. Ben ik zelf nog nooit geweest, maar wel veel over gehoord. Oh, leuk ding, hè? Dank je. Hey Bobby, dat is toch Tom Tom, of niet? Tom Tom, ja. En die kan je ook op een andere stem zetten. Moet je Bram doen, dat is leuk. Bram? Oké. Okay. Ja. Bram! Waarom Bram? Vind je mij niet leuk meer? We vinden je heel leuk. We willen alleen even een andere stem, dat is alles. Je vindt me te dik, hè? Oh. Nee, we vinden je niet te dik, anders hadden we dat wel gezegd. Ik kom altijd op de laatste plaats. Wil je alsjeblieft ophouden, zijn mensen bij. En we doen ook nooit meer leuke dingen. Doe dit niet. En ik wilde dit eigenlijk helemaal niet zeggen, maar nu zeg ik het toch. Ik vind het helemaal niet leuk dat je met Bobby naar Mexico gaat en niet met mij. Ja, maar dan moet je dat toch gewoon zeggen? Maar dat snap je toch wel? Ik hoef toch niet steeds alles te zeggen? Bram! Hey, gasten. Oh, Brammetje, heerlijk. Waar gaan we naartoe? Calle Buena Comida 43. No problemo. No problemo. Daar gaan we, gasten. Hey Bram, is dat eigenlijk makkelijk te vinden? Oh, hartstikke makkelijk. Gewoon hier rechtdoor. Ja. Bij de... Even kijken. Derde Mexicaan direct linksaf. Het paardje in en we zijn daar. Oké, hartstikke fijn, Brammetje. Bedankt. No problemo, gasten. Hey, en... Maak plezier, hè? Gaan we zeker doen. Tot ziens. Dat was O.O. Gerzo Bram. Ja, uit Den Haag. Van het Reswekse Plan. Nummer 55. Maar voor de rest komen wij niet uit Den Haag, hoor. Echt niet. Origineel waar niet. Origineel waar. Oké, Bobby, we gaan lopen. Kom op. Oké, we gaan. Kom. Daar gaan we. Oké. We moeten Mexicanen tellen. Kom op, lopen. Hallo. Bobby, laat dat ding naar voren lopen. Kom, lopen. Hoep. Oeh, zo. Hallo. Oké, Ernst. Kom op, we gaan Mexicanen tellen. Jongens, tellen jullie mee het aantal Mexicanen. Als je er eentje ziet, meteen tellen. En de derde Mexicaan. Kijk. 1. Oké, een beetje hard meetellen. Wachten. 2. Heel goed. En we gaan verder. 3. De derde Mexicaan. En dan moet hier ergens het paadje zijn naar het restaurant. Ik zie niks.
helemaal niks. Ik vraag me af, volgens mij zijn we niet goed hoor. Wel een soort glijbaan, hè? Maar dat is het niet, hè? Nee, we lopen wel even terug. We vragen het even aan die derde Mexicaan. Hey, Ernst en Bobby. Ernst en Bobby? Bent u geen Mexicaan? Wel nee, ik ben gewoon een Hollander. Ik ben hier op vakantie. Wacht even, snap ik het. Als hij een Hollander is, is hij geen Mexicaan. Kan die ook nooit de derde Mexicaan zijn? Dan zit waarschijnlijk die derde Mexicaan daar nog. Oké. Een stukje verder. We gaan even door. Hola. Hola, tot ziens. Prettige vakantie. Sisi. Al dat gepraat over al die zoete dingen. Als jullie de derde Mexicaan zien, keihard 3 roepen, hè? Heel belangrijk. Ja. Niet al te guur type, vind ik. Ja, Ernst, kijk eens. Een bordje. Restaurante Calle Buena Comida. 3 minuten. Jongens en meisjes, over 3 minuten zijn we er! 3 minuutjes wachten en we zijn er. De tijd gaat nu in. Zo. Wij moeten eerlijk zijn, wij vinden dit zelf ook het minste stukje uit de voorstelling. Ja, het kakt helemaal in, hè. Ja, overal. Maar ja, maar ja, 3 minuten. Ja, 3 minuten is 3 minuten. Ja. Hè, moeten we lopen? Lopen? Moeten we 3 minuten lopen? Oh, dat kan natuurlijk ook. Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee, Ernst. Hé, hey, heb ik iets leuks. Zullen we dan tijdens het lopen een liedje zingen van ons? Wat dan? Want die duren ook meestal 3 minuten. Ja, nee. Dus, wat ik nu vertel is een heel gek verhaal. Ik zal je proberen zo goed mogelijk uit te leggen. Kijk, dat gaan we niet doen. Want als ik op vakantie ben, als ik in het buitenland ben, dan heb ik nooit inspiratie. Is heel gek, maar dan weet ik niet wat ik moet zingen. En Bobby, het lijkt hier wel vakantie. Dus, ja. Nou, dan zing je, het lijkt hier wel vakantie. Blijf van mijn knie af, zeg. Dat kriebelt. Het lijkt hier wel vakantie, het liedje van ons. Hè? Dan kan je dat zingen. Het lijkt hier wel vakantie. Natuurlijk. Kun je meezingen? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 oh. Het zit ons altijd mee. Het is echt geweldig hier. We hebben alleen maar plezier. Geef ons elke dag zo'n avontuur. Van het zwembad naar het strand. Een lekker ijsje in je hand. En 's avonds liedjes zingen wij het. En zing eens mee met z'n allen. Leuk. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Nog een keer. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Jullie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Je zorgen zijn hier heel ver weg. Alles goed, nooit eens pech. Het is een prachtvakantie vol geluk. Het maakt niet uit wat je doet, hier komt alles altijd goed. Dit hele avontuur kan niet meer stuk. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Ja, jullie. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Oké, jongens, even klappen met z'n allen. En nou zing je zo hard als je kan. Oh, 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 oh. Komt-ie. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Ja, ja, ja. Oh, 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 het lijkt hier wel vakantie. Wow. Oh, 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 het zit ons altijd mee. Nou, het zit ons helemaal niet altijd mee, Bobby. Huh? Dat bordje staat nog steeds op 3 minuten. En ik weet zeker dat we 3 minuten gezongen hebben. Dan gaat iets helemaal mis. Nou, dan hebben we een storing waarschijnlijk. Jongens, kunnen jullie eventjes samen met mij de magische klap geven? 1, 2, 3. Ja, 1 minuut. Veel beter. Oké, Bobby, daar gaan we. Victor, ja. Er is nieuws over de opening door de koningin van het verbouwde politiebureau. Vertel. Ja, we hebben begrepen dat de kluis waar de gouden sleutel in zit, dat die op slot zit. Dat meen je niet. Ja. Maar die kluis moet open, want
Zonder anders sleutel. Hebben we geen opening. We hebben die sleutel nodig. Zonder sleutel geen opening. En dat de code van het slot, lieve mensen, dit is echt ongelooflijk, alleen bekend is bij een papegaai. U hoort het goed, bij een papegaai. En nou nog erger, de papegaai is pleiten. Dat meen je? Is weg. Ja? En nou moeten Ernst en Bobby dus op zoek naar die papegaai? En dan ook nog proberen die papegaai de code te laten vertellen. Maar die papegaai, die zit in Mexico, heb ik begrepen. Ja, het goede nieuws is, Ernst Bobby zit er ook in Mexico. Maar Mexico is een groot land, hè? Zo. Dus ze moeten hem eerst vinden en daarna moeten ze die papegaai nog zover zien te krijgen dat hij de code vertelt. Jongen, jongen, jongen. En dan staat die koningin ook nog bijna op de stoep. Ja, het is zo spannend. Lukt het is niet dat we 3 weken tijd hebben. Nee, het gaat er echt nu om spannen. Lukt het Ernst en Bobby om de code te weten te komen? Nou goed, mochten er vorderingen zijn, dan laten we jullie dat natuurlijk uiteraard weten in onze late editie van Shownieuws. Toch een heel klein beetje een houten kont van die struisvogel. Heb jij nergens last van Bobby? Bobby? Ja, Ernst. Waar ben je? Ik zit in de keuken. In de keuken? Ja, ik dacht het is de kortere route, maar ja, dan zit ik toch een beetje vast hier. Je kan toch niet in de keuken van een restaurant komen? Nee, maar ik dacht het is wel leuk. Hé, Ernst, waar zit jij dan? Hier, op terras sta ik, voor. Oké, als jij dan gaat zitten, dan ga ik je bedienen. Je hoeft mij helemaal niet... Ja, nou, ik ga wel zitten, we komen hier helemaal niet om te eten. Wacht, moet je kijken. Oh, sole mio, pizza. We zijn in... Mexico. Oh ja, en wiener schnitzel. Tacos. Oh ja, tortillas. Oh, die vind ik lekker. Tortillas vind ik lekker, man. We komen tacos helemaal niet ook. Om te eten. Oh. We komen voor die papegaai met die Mexicaan. Doe dat gekke petje af. Oh. Bobby, misschien is die Mexicaan wel helemaal niet hier. Zijn we hier helemaal voor niks gekomen? Dat zou ook nog kunnen. Echt, maar, hebben jullie die Mexicaan al gezien, of niet? Hola, por favor. Ach. Oh, meneer de Mexicaan. Wij zijn zo blij om u hier te zien. Zo blij. Ik ben ook erg blij om jullie hier te zien. Mooi, hè? Eerste Mexico. Eerste keer Mexico. Mexico. Jullie hebben vast honger. Ik breng eten. Maar waarom zijn jullie hier? Oh, dat is heel verhaal. Dat is ingewikkeld verhaal. Vertel jij het maar eens. Ja, het is een ingewikkeld verhaal. Kijk, het is zo... De koningin gaat in Nederland het politiebureau openen. Dat gaat ze doen met een gouden sleutel ingelegd met diamanten. Die ligt in de kluis op zolder. Nou heeft per ongeluk Bobby de kluisdeur dicht gedaan. En nou kent alleen de papegaai de code van de kluis. Die? We willen de papegaai. Ik haal papegaai. Bobby, weet je wat ik denk? Ik haal papegaai. Dat hij er echt geen... bal van heeft begrepen. Tuurlijk wel, hij heeft alles begrepen. Hij zei toch, ik haal de papegaai? Toch? Dat betekent toch, ik haal de papegaai? Nou, ik weet het niet. Ja, ik haal de papegaai. Ja? Nou ja, we zien het wel. Nou, weet je wat? Als hij het heeft begrepen en hij komt zo met die papegaai, zou jij dan met die papegaai willen praten om hem die code te laten zeggen? Oh, ja, dan ben ik de papegaaienfluisteraar. Dus dan ga ik jij die... Ja, goed. Maar dan moet ik me wel even concentreren, hoor, want dat is best moeilijk. Ja, oké. Dan ga jij... Okay. Nou, dat wil ik ook even aan jullie vragen, jongens en meisjes. Dit is een belangrijk moment in de voorstelling. Sterker, jongens, stil eens. De voorstelling valt of staat met dit moment. Okay. Dus ik wil aan jullie ook vragen of jullie even 1 minuutje echt even stil willen zijn. Allemaal. Dan kan Bobby zich even concentreren. Kan die papegaai ook even rustig worden. En wacht eens. Die foto's. Jullie mogen wel foto's maken. Oh ja, maar niet flitsen. Nee, jullie mogen niet flitsen. Nee, anders schrik ik, hè? Nee, die papegaai schrikt, Soepkip. Ja, ook. Ook. Ik ook. Ja, jij ook, ja. Maar doe goed, ik mijn ogen dicht namelijk. Allemaal. Even concentreren. Kan jij hem doen? Hou je mond. La 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 la. Por favor, ole ole ole. Specialiteit de la casa van de land. Bobby! Bobby, dit is echt verschrikkelijk! Ja, verschrikkelijk lekker zou je bedoelen. Eet smakelijk! Nee! Dit is de papegaai, soepkip. Is de papegaai of een soepkip, Ernst? Het is de papegaai. Oh. En voor het geval je niet was opgevallen, Bobby. De papegaai leeft niet meer. Ah, jawel. Nee, Bobby. Jawel, hij leeft hoor, kijk maar. De papegaai leeft niet meer. Oh, zeker weten. Moet je horen, Ernst. Moet je horen. Papegaaitje, leef je nog? Ja, zie, hij zingt zelf. Lachen, dat waren zij. Bobby, huh? De papegaai is niet meer. Oh. En hoe wil jij uit een dode papegaai
een code horen, Bobby. We zijn verloren. Er is geen papegaai meer. We hebben geen code. De kluis kan niet openen. Alles is mislukt. Er is geen papegaai meer. Hè? Wat? Wie was hier? Was die Mexicaan hier? Met de papegaai? Waar is die naartoe gegaan? Hier? Hier? Nee, hier is hij niet, Bobby. Ik zie niks, jongens. Weet je wat ik denk, Bobby? Bobby. Zou die daar zijn? Bobby, ik denk dat hij in de keuken zit. Hij zit in de keuken. Jongens, wacht even. Ik heb een idee. Ik draai de lamellen open. Shh. Tom Best, voor de laatste keer. Wat is die code van die kluis? Code van de kluis. Wat is die code? Wat? Tom Best. Ben je zelf? Zeg, wat is die code van die kluis? Ik wil die gouden sleutel met diamanten hebben. Oh, jongens, hij wil de gouden sleutel met de diamanten hebben. Het is een boef. Het is gewoon een ordinaire boef. Ja, en nou? Ja, en nou weet ik veel. Ach, weet ik veel. Ik weet het natuurlijk wel, jongens en meisjes. Wat doen Ernst en Bobby altijd met boeven? Zullen wij die boef gaan vangen? Ja. Oh. Maar hoe? Bobby, ik heb een waanzinnig plan om die boef te vangen. Bobby, zo simpel dat jij achteraf tegen mij zegt... Oh, jammer dat ik het niet had verzonnen. Echt? Echt waar, Bobby. Zal ik het vertellen? Ja. Bobby, we gaan die boef vangen. Met z'n allen? Ja, nee. Zonder de papa's en mama's. Alleen met de jongens en meisjes? Zonder de jongens en meisjes. Alleen met Ernst en Bobby? Zonder Bobby. Alleen met Ernst? Nou, ik zou je nog sterker vertellen. We gaan die boef vangen met een klein stukje van Ernst. Welk stukje? Mijn vinger. Bobby, ik heb een plan. En dat is dat we met één vinger die boef gaan vangen. Ga weg, hoe kan je nou met één vinger een boef vangen, man? Oh, zo. Nee, man, geweldloos zijn wij, wist je nog? Nee. Zal ik het je vertellen? Eén vinger? Kom maar zitten. Dan ga ik jou vertellen hoe ik met één vinger die boef ga vangen. Moet je opletten. Ik ben wel heel benieuwd, Ernst. Moet je opletten, Bobby. Hey, lelijke Mexicaan. Nee. We hebben je door. Nee, stil nou, Ernst. Dadelijk komt-ie. Kom maar hier, we weten dat je een boef bent. Wat ga je doen dan? Bobby, moet je kijken wat ik heb meegenomen. Ik heb meegenomen de hypnosedoos. Kijk, die zet ik dadelijk aan, zo. En als dadelijk die Mexicaan hier komt, dan ga ik met één vinger op dat knopje drukken. En dan blijft hij zo staan. Dan hypnotiseer ik hem, zeg maar. En dan vangen we hem. Ernst, dat was een grapje. Hè? Dat ding is niet echt. Hoe bedoel je? Dat is een nepding. Dat was een grapje met de zaal. Tapiri. Ja, natuurlijk was het. Bobby! Ja! Bobby! Gevangen stelletje soepkippen. En jij vertelt mij die code, Loro. Ik ben lang genoeg vriendelijk tegen je geweest. Kom jij maar eens mee naar achteren. Ernst, we zitten vast. Had jij me misschien iets eerder kunnen vertellen dat dit ding nep was? Ernst, ik denk dat snap je wel. Dat was toch een leuk grapje met de zaal. Tjonge, maar hoe komen we eruit, Ernst? Dat weet ik veel. Jongens, kijk eens. Hij heeft een mes hier laten liggen. Wat een soepkip, man. Ja, we zijn geweldloos, wist je nog? Nee, we snijden gewoon het net open, Ernst. Oh ja, dat is een goed idee. Hier, moet je kijken. Het is hartstikke scherp. Oh, frisse lucht. Heerlijk. Ah, lekker. Oké. Okay. Wat ga je doen? Ik ga eruit. Ik ga iets zoeken om de boef mee te vangen. Ja, nee. Ho, wacht even. Bobby, wacht eens. Kom eens even terug. Nee? Kom eens even terug. Hoezo? Het is inderdaad... Ga eens even zitten. Het is inderdaad een goed idee als jij iets gaat zoeken om die boef mee te vangen. Ja. Maar je moet wel blijven zitten, want anders ziet die boef dat je ontsnapt bent. Oh, daar zit die lege stoel. Precies. Logisch, Ernst. Dus dan blijf ik wel even zitten. Ja. Hallo, maar je moet wel natuurlijk iets zoeken om die boef mee te vangen. Ja, dat zeg ik. Je moet iets zoeken om de boef mee te vangen, Ernst. Ja, maar Bobby, je moet wel blijven zitten. Anders ziet hij dat je ontsnapt bent. Ja, maar Ernst, ik kan toch niet en blijven zitten en iets zoeken om de boef mee te vangen? Er is maar één Bobby, hè? Heb jij weer gelijk in? Wacht eens. Dat is het. Jongens, ik heb een reservejasje bij me. Nou en? We maken gewoon een tweede Bobby. Ik snap het niet. Jongens, wie wil even voor Bobby spelen? Wie heeft er een Bobby-petje op? Durf jij? Echt waar? Oh, lachen. Ernst, moet je kijken. Zij durft gewoon. Durf jij? Ben jij Bobby? Ja. Oké, hartstikke goed. Ernst, ik heb hier een fantastische Bobby gevonden. Hoe heet je? Nina. Nina? Oké. Ik wil wel even een applaus voor Nina. Goed gedaan, Nina. Oh, hij is een beetje gekrompen in de was.
Maar ja, hij is misschien voor jou misschien perfect. Doe hem eens aan. Draai die even om, Bobby. Zo. Kijk eens eventjes. Geweldig. Lijkt ze op Bobby? Ja, geweldig. Oké, nou, ga even bij Ernst zitten. Beetje dom kijken en hem gelijk geven. Dan komt het allemaal goed. Ernst, ik ga zoeken. Werkt dat zo? Ja. Hey Nina, wat leuk dat je er bent. Ga zitten. Nina, wat fijn dat je mee bent. Je hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen. Alleen maar even voor Bobby spelen. Vind je het leuk bij Ernst en Bobby? Mm-hmm. Mooi. Hey, oh, weet je wat? Ik wil ook wat aan jullie vragen. Jullie kunnen ook meehelpen. Als straks Bobby iets heeft gevonden om die boef mee te vangen, wil ik aan jullie vragen of jullie heel hard willen roepen Ernst en Bobby ontsnappen. Want als jullie dat roepen, dan komt die boef natuurlijk en dan gaan we hem proberen te vangen. Ernst, ik heb dit. Is dat goed? Klapstoel? Nee, is niet goed. Nee, is niet goed. Ga ik wat anders zoeken? Dat gaan we even oefenen. Weet je wat? Nina, zou jij willen helpen? Als jij nou zegt 1, 2, 3, dan gaan zij met z'n allen roepen Ernst en Bobby ontsnappen. Zullen we dat doen? Hou jij de microfoon vast? Hou maar vast. Maar wacht even, dan gaan we het eerst fluisterend doen. Dus jij fluistert 1, 2, 3 en dan gaan jullie fluisteren Ernst en Bobby ontsnappen. Doe maar. 1, 2, 3. Helemaal goed. Oké, zo gaan we het doen, Nina. Ernst, wat je kijkt. Ik heb een ontzettend goed touw gevonden. Hartstikke mooi. Oké, zal ik me gaan verstoppen? Ja, ga je verstoppen. Weet je wat, ik verstop me in de zaal. Even kijken. Ja, het maakt niet uit. Als je Ernst, maar... ik ga hier. Oh, oké. Oké, daar Ernst. Gaan we. Ja. Ja, zit. Het is veel leuker hier. Oké. We gaan. Nina gaat zo tellen tot 3 en jullie roepen heel hard Ernst en Bobby ontsnappen. Oké, daar gaan we. Wacht even. Eerst even kijken of iedereen klaar is. Nina, ben jij er klaar voor? Ja? Zijn jullie er in de zaal er klaar voor? Bobby, ben jij er klaar voor? Ik ben er hartstikke klaar voor. Nog harder. Ik ben er hartstikke klaar voor. Oké, daar gaan we. Nina, als jij er klaar voor bent, tel maar tot 3. Doe maar. 1, 2, 3. Wat is hier aan de hand? Jullie wilden ontsnappen, hè? Ziet er anders nog netjes uit. Zo makkelijk komen jullie hier niet weg, stelletje klunzen. Ja! We hebben hem! Ik heb hem! Ja, doe maar even hier uit. Leg hem eens toe. Ja, Ernst, ik heb hem! Kom maar mee. Ja. Kom maar, Nina. Dan geef je mij een hand. En dan ga jij een buiging maken, Nina. En dan moet jij eens opletten wat zij allemaal gaan doen als jij nu een buiging maakt. Doe maar. Goed gedaan, Nina. Ga lekker weer zitten. Dankjewel voor je hulp. Ernst, hij zit vast. De politie komt er zo aan. Alles komt goed, Bobby. Heerlijk, jongens. Alles komt goed. Alles komt goed. Maar dan ook alles. Het ging gewoon te gek. Die boef die zit gevangen op een hele goede plek. Dus alles komt goed. Maar dan ook alles. En nou jullie. Maar dan ook alles. Dus jongens, alles komt goed. Ja, nee, wacht nou even. Ja. Alles komt wel goed, maar het is nog niet goed. Hoezo niet? We moeten die papegaai nog... Ja, precies. We moeten die code nog wel even horen van die papegaai. Ernst, ik heb fantastisch nieuws. Want ik heb de papegaai in de gang zien staan. Meen je dat nou? Ja. Oké, dan wil ik jullie speciale aandacht voor 2 soorten gevogelte. Een papegaai en een soepkip. Oké, jongens, jullie kunnen me helpen. Als jullie dit doen, dan wordt de papegaai... Ik vind dat fantastisch. Dan gaat hij die code makkelijk zeggen. Moet je dit doen met je handen. En dan zeg je... Ham. Doe eens. Oké, stop. Nog een keertje. Stop. Geweldig. Top. Ernst. Toppie zaal. Niet. Vind niet toppie. Ja, gaan we het nog meemaken of niet? Wat? Die code. Oh, ik vergeet de code. Nog één keer. Papagaatje, wat is de code? De code is 0226. Ik haal. 0226. Oh, wat goed, man. Jongens, de code is... 0,
2, 2, 6. Oké, okay, Bobby, wat we nu gaan doen. We gaan als een speer terug naar Nederland. Dan gaan we met die code de kluisdeur openmaken. Dan pakken we de sleutel eruit. Die geven we aan de koningin. Dan kan zij de opening van het politiebureau doen. En dan komt alles goed. Hey, en nog even iets. Wij gaan de koningin ontmoeten. Wow. Dit wordt echt de allermooiste dag uit mijn leven! Ja, welkom terug bij Shownieuws. Victor, ik heb verschrikkelijk nieuws. Dit is waarschijnlijk de slechtste dag ooit voor Ernst en Bobby. De koningin is naar huis en heeft laten weten dat ze niet meer terugkomt. Wat een feestelijke opening had moeten worden, is dus eigenlijk uitgelopen op een drama. Ja, ik snap het ook eigenlijk niet, want Ernst en Bobby hadden die code toch uiteindelijk. Ja, maar die twee zijn natuurlijk vergeten dat ze vanuit Mexico met die code nog helemaal terug moesten vliegen naar Nederland. Dat is niet om de hoek, dat zeiden we toch al. Het is precies waar wij al bang voor waren met die twee. Echt waar. Het is, het kan ook alleen maar Ernst en Bobby overkomen. En dan ga je me zeker ook nog eens vertellen dat Ernst en Bobby zelf nog helemaal niet weten dat de koningin alweer vertrokken is. Ja, zo gaan die dingen, jongens. Zo gaan die dingen. Jongen. Tot zover shownieuws. Fijne dag nog. Dag. Dag. Wat zijn jullie stil? Het is feest! Er is niemand. Ernst en Bobby. Huh? Alles is mislukt. Wat? Zeg je me nou? De koningin is weggegaan. Jullie zijn veel te laat. En de opening is niet doorgegaan. Nou, hoofdcommissaris, we hebben de gouden sleutel! Ja, wat heb ik nu aan een sleutel als er geen koningin is? Ik ga me omkleden. En naar huis. Ja, maar hoofdcommissaris... Nou, jongens. Bobby. Ja, maar u kunt toch... Bobby! Het is allemaal voor niks geweest. De opening is niet doorgegaan. De koningin is al naar huis. Er staat net zo kaktus als in Mexico, midden in het politiebureau. En de hoofdcommissaris, daar waren we. De hoofdcommissaris is zich gaan verkleden. Lekker is dat, Bobby. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Ernst, dat is de oplossing. Dat is de oplossing. Wat? Dat de hoofdcommissaris zich aan het verkleden is. Ik weet snap je het niet? Nee, ik snap het niet. Verkleden. Ja, nou en? Ernst, we verkleden een moeder uit de zaal tot koningin. Ja. En dan kan zij de officiële opening doen. Geweldig idee, natuurlijk! Jongens, wie zijn moeder kan daar ontzettend goed voor koningin spelen? Vingers! Deze! Ja, die is leuk! Ah, en wie is nog meer leuk? Die is ook leuk als koningin. En die, ja, leuk! Eigenlijk een hele zaal vol met leuke koninginnen. Weet je wat? We gaan Ine Mine Mutten doen. Leuk! Ga je doen? Ine Mine Mutten, kijk, deze, die is leuk. Dit is Ine, dit is Mine en dan is dat Mutten. Zullen we dat doen? Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Oké, doen jullie mee? Ine, mine, mutte, 10 pond grutte, 10 pond kaas. Ine, mine, mutte is de baas. Ja, leuk. En Bobby, dan nemen we deze vader. Die verwacht het niet. Kom maar. Ah, kom ja, maar. Ja, leuk. Ja, een vader. Die ja. Lijkt ook een beetje op Beatrix, leuk. Vind ik. Kom maar. Nemen we die? Ja, is leuk, ja. Ja. En wacht even, ik heb nog een prins en een prinsesje nodig. Wie wil er prins zijn? En wie wil er een prinses zijn? Oh, ik heb er best wel veel, hé. Wil jij de prins zijn? Kom maar, ben jij de prins? En dan nog een prinsesje. Kom. Wacht even. Hoi. Een prinsesje. Heb ik een prinsesje? Wil jij dan de prinses deze keer zijn? Ah, ben je toch wat, hé. Is leuk, kom. Leuk. Hartstikke goed. Hier, een prins en een prinses. Kom maar, nee, kom maar. Zo, ja, hartstikke goed. Zeg, hoe heet jij? Pieter. Dag Pieter, wat fijn dat je er bent bij Ernst & Bobby. En hoe heet jij? Manu. Manu, ook wel zo'n mooie naam. Fijn dat je er bent. En wie is dit? Johan. Johan. Maar vanaf nu is Johan... Koningin. Koningin Beatrix. Ik wil een applaus voor de koninklijke familie. Wat Ernst? Leuk. Wat heb je, Bobby? Ik heb natuurlijk voor de prins het kussentje. Oh ja, de prins heeft het kussentje vast. Dan heeft de prinses... Oh ja, de sleutel. De prinses hier de gouden sleutel ingelegd met diamanten. Krijg jij natuurlijk op je pet een mooie kroon. Ja, en jij krijgt natuurlijk ook op je pet een mooie kroon. Geweldig. Ja. Nou, pap, daar gaan we dan, hè? Oh ja, beter. Veel beter. Ja, veel staat beter. Je goed, hoor.
Nou, daar komt hij, dames en heren. De Total Makeover. Hotter than my daughter. Sorry hoor. Daar is hij nou. Geweldig, hè, ja. Ernst? Vind je het nog leuk bij Ernst en Bobby? Yeah, ja, hartstikke goed. Leuk. Weet je, ik heb iets leuks. Weet je wat? Zie je al die mensen kijken? Oh, ben ik blij dat ik hier nog zit. We kunnen er nog meer bij, hoor. Het is een grote koninklijke familie. Nee, is goed. Nee, weet je wat? Ik zit wat te bedenken. Als we nou niks tegen de hoofdcommissaris hebben, dan gaan we met z'n allen de hoofdcommissaris roepen, maar dan gaan we niet zeggen dat we mensen verkleed hebben. Dat is leuk. Oké, weet je wat? Roep jullie dan even met z'n allen hoofdcommissaris. Doe maar. Hoofdcommissaris. Kijk. De koningin. Ja. En de prins. En de prinses. Majesteit. Wat een eer. En wat ziet u er goed uit? Nou, ik zal het maar eerlijk zeggen, dat zijn mensen die hebben me verkleed. Is een vader. Ja. Oh, jongens, wat een geweldig idee. Ja. Wat moeten ze eigenlijk doen, de prins, de prinses en de majesteiten? De prins en de prinses die houden het kussen vast en de sleutel. Oh ja, hebben ze kussen, sleutel, ja? Ja, hebben ze. En de koningin? Dan houdt de koningin een korte speech. Een speech. Hey. En opent ze het bureau. Hartstikke goed, jongens, vindt ze leuk. Geweldig. Ik ga met één SBS6 shownieuws bellen om te vertellen dat het toch nog goed gekomen nou, is. Hartstikke fijn. Dag, hoofdcommissaris. En zo zie je maar weer. Okay, ja. Door mijn jarenlange ervaring en intensieve speurwerk... ik ook deze zaak weer tot een goed einde heb gebracht. Hartstikke fijn. Dag, hoofdcommissaris. Ernst en Bobby. Doodledokie. Tot ziens. Tot ziens. Dag, hoofdcommissaris, en bedankt, hè. Eens even kijken. De prins heeft het kussentje vast. De prinses heeft de sleutel vast. En de koningin houdt een korte speech. Houd de microfoon maar vast, majesteit. Bent u zenuwachtig? Nee. Dan moet je wel in de microfoon praten. Bent u zenuwachtig? Een beetje. Nou, dan de rest komt nog. Okay. Nee, dat is flauw. Nee, de speech komt eraan. Nou, wacht even. Weet je wat? Het is een beetje flauw, want ik heb het natuurlijk vaker gedaan. Zal ik u een beetje helpen, majesteit? Dat is goed. Want dan doen we het zo, dan zeg ik gewoon stukjes voor en dan herhaalt u wat ik zeg. Zullen we dat doen? Dat is goed. Maar majesteit, u moet wel een beetje deftig praten en met een hete eigenbol en een beetje hoog. Hè? De majesteit praat een beetje hoog. Ja. Oké, nou, daar gaan we. De speech gaat beginnen. Eens even kijken, wat zullen we eens doen? Oh, ik weet al wat. Landgenoten! Wat heerlijk om hier te zijn. Wat heerlijk om hier te zijn. Bij de opening van het met Turbo Superpower Booster gestuurde buitenaards en kosmopolisch aangedreven politiebureau. Wat leuk hier. Ja, kijk, die krijg je niet gek, hè, de majesteit. Die krijg je niet gek. Wat leuk hier. Rekenen we dit goed, Bobby? Nou hoor, hartstikke goed. Oké, we rekenen het goed, majesteit. We laten die speech zitten. En we gaan vanaf nu alleen maar leuke dingen doen. Zullen we dat doen? Ja, goed. Geef mij die microfoon maar. We gaan over tot de officiële opening van het politiebureau. Oh ja. Want de prinses geeft de sleutel aan de koningin. Doe maar. Wow. De koningin pakt de sleutel aan en stopt de sleutel in het sleutelgat. Maar ze draait nog niet de sleutel om. Hij moet met die kant naar beneden. Ja, dat gaat beter. Dat weet hij heus wel, hoor. Ja, nou ja, weet de koningin ik veel, dat doet dat vaker. De koningin. Die doet dat veel vaker. Oké, we wachten nog eventjes. Want wij gaan zo met z'n allen heel hard tot 3 tellen. Ja. Dan draait de koningin de sleutel om. En dan moeten jullie eens opletten wat er gaat gebeuren. Zullen we dat doen? Ja. Oké, hey Bobby. Ja. Oh. Nee, soepkip bij de koningin. Oh, majesteit, even de oren dicht. Als de koningin die sleutel heeft omgedraaid, moeten we met z'n allen dat lied zingen. Weet u nog van lang leven de koningin. Ja. Heel hard. Ja, ja leuk. Klaar. Ja. Tada. Oké, daar gaan we. Eens even kijken. Prins en prinses, zijn jullie er klaar voor? Majesteit, bent u er klaar voor? Helemaal. Ja. Bobby, ben jij er klaar voor? Helemaal. Helemaal. Zijn jullie er klaar voor? Oké, dan gaan we zo heel hard met z'n allen tot 3 tellen. En daarna zingen. Oké. Daar komt-ie. Tel maar mee met z'n allen. 1, 2, 3, draai. Draai maar, majesteit. Ja, majesteit. Goed. Ja! Kijk eens even, het hek gaat open. Geweldig. Het majesteit, we hebben ook met z'n allen een lied voor u ingestudeerd. En dat gaan we nu voor u zingen uit volle borst. Voor de koningin, met z'n allen. Iedereen. Lang. Leve de koningin, lang leve de koningin. Steek de sleutel er maar in, vandaag is het feest. Het is officieel geopend, want u bent langs geweest. Lang leve de koningin, lang leve de koningin. En majesteit,
We hebben ook 3 hoeraakjes voor u heer gestuurd. Ja. En dat gaan we nu uit volle borst voor u doen. Hand in de lucht en zo hard als je kan. Hoera! 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 En een applaus voor de koninklijke familie! Ja, goed gedaan. Majesteit. Leuk. Loop maar even mee met Bobby. Loop maar even mee met Bobby. Die brengt jullie naar... Kom even zwaaien naar de majesteit. Doei! Ah, wat hebben ze het goed gedaan en wat een feest! Weten jullie het nog? We begonnen vandaag op het politiebureau. En we kregen 3 opdrachten van de hoofdcommissaris. We moesten een lied schrijven, we moesten een speech maken en we moesten de zolder opruimen. Op zolder was er die kluis. Bobby deed per ongeluk de kluisdeur dicht en alleen de papegaai kende de code van de kluis. Maar ja, die zat dus in een helikopter op weg naar Mexico. Ja, en jongens, weten jullie nog dat we in Mexico zijn geweest met die struisvogels? Was leuk, hè? En toen hebben we die Mexicaan gezien. Maar die Mexicaan, dat bleek een boef te zijn. Maar die hebben we gevangen. En uiteindelijk heeft hun vader uit de zaal het politiebureau officieel geopend. Hè? Ja, maar we hebben natuurlijk ook dat lied nog met z'n allen geleerd, hè? Gelang leven de koningin. Daar viel me iets op. Wat dan? Nou, wist jij dat de jongens en meisjes hier in de zaal veel harder kunnen zingen dan al die papa's en mama's bij elkaar? Nee. Ik vond juist dat al die papa's en mama's veel harder kon zingen dan die jongens en meisjes. Zullen we een wedstrijdje doen? Oh, dat is lachen. Doen we de jongens en meisjes tegen de papa's en de mama's. En met wie beginnen we? En dan beginnen we met de papa's en mama's. Oké, de jongens en meisjes zijn stil. Sssst. En alleen de papa's en mama's zingen op hun hartst. Lang leven de koningin. En de opa's en oma's. Heel goed. Oké, kom. 1, 2, 3, 4. Lang. En stop. Was best goed. Maar nu zijn de jongens en meisjes. Papa's en mama's stil. Opa's en oma's stil. 1, 2, 3, 4. En stop. En Bobby, wie heeft hier gewonnen? De jongens en meisjes of de papa's en de mama's? Ja, de jongens en de meisjes. Gefeliciteerd, wat een feest. Alleen jongens en meisjes, we zijn nu wel aangekomen bij het einde van de Ernst en Bobby Show. Ah. Vonden jullie het leuk? Ja! Weet 1 ding heel goed. Weet dat Ernst en Bobby het echt super leuk vinden dat jullie hier vandaag allemaal waren. Ja. Dank jullie wel en misschien tot de volgende keer. Dag, tot op tv, zwaaien. Dag zoekkippen. Dag allemaal. Dag, dag Ernst. Dag zoekkippen, zwaaien. Dag Ernst. Doeg. Dag Bobby. Dag. Jongens en meisjes, dames en heren, geef ze nog 1 keer een oorverdovend applaus. Ernst en Bobby! Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de hoofdcommissaris. Waar is de hoofdcommissaris? Ernst, Bobby en de rest. Een applaus voor de hoofdcommissaris! Ernst, Bobby en de rest. En wat een mooi bureau hebben jullie, hè? Tantes huiswerk maken, pianoles. Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest. Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Mooi, mooi. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Jongens, even met z'n allen het gordijn dicht trekken. Kom op, even met z'n allen het gordijn dicht trekken. Ja, het gaat lukken. Dag, zoekkippen. Tot op tv!